Goedemiddag. Ik sta hier in het groen, kijk even achter me, in de wijk Fortlanden in Naarden. En ik ga jullie laten zien de Baljuw 39. En de Baljuw 39, ja, is een heel bijzonder, ja, niet voor deze buurt, je ziet ze wel meer, maar eigenlijk voor deze omgeving een bijzonder huis. Een maisonnet, om het zo maar precies te zeggen. Ik ga even mijn camera omdraaien, zodat jullie zien waar ik precies ben. Kijk, hier ben ik. Ik ben op een pad, zeg maar, naast de Baljuw 39. En dat is eigenlijk wat deze wijk, de Fortlanden, ook kenmerkt. Gewoon heel veel groen. Ja, heel veel privacy. En heel, ja, gewoon een hele prettige woonwijk. En hier staan aan de Baljuw staan appartementen. Met eigenlijk appartementencomplexen. Er staan eigenlijk kleine VVE's met op de begane grond een woning. En daarboven een dubbel appartement. En een dubbel appartement noemen we wel een maisonnette. En dat is die ik jullie ga laten zien vandaag. En je kunt hier zien het dakkapel en het dakterras. Maar ik neem jullie mee en dan kun je nog veel meer zien. Nou, verder, de Baljuw zelf is een rustige straat. Je komt hier alleen maar als je hier moet zijn. Hoef je niet te zijn, dan kom je hier gewoon niet. Totaal geen doorgaande weg. Daar helemaal daar linksachter, daar zie je de Kort van de Linde. Dat is heel ver weg. Daar heb je helemaal geen geluidsoverlast van. En ga je die kant op, daar aan het eind. Ik hoop dat je het bord ziet. Ga je naar rechts, dan zit je zo bij de basisschool. En links, rechts en naar het natuurgebied naar de meer. En ga je naar links, dan heb je daar vlakbij het winkelcentrum zitten van de Makailaan. Dus je zit ook vlakbij alle winkels. En hier dus op de eerste en tweede verdieping, dus de Baljuw 39. Begane grond, hè, is een apart appartement, maar wij hebben een heerlijk groot appartement. Ruim, praktisch, licht appartement wat wij te koop aanbieden. Op de begane grond hier een deur naar je schuur. Dus hier kun je heel makkelijk je fietsen inzetten, je kerstspullen, noem maar op. De trap, die gaat naar boven. Oh ja, en je kunt hier zien hoe groot dit is. He, want het gaat ongeveer, ja, zo diep loopt het door. Ga je naar www.baljuw39, staan er ook de plattegronden op. Eigen trap naar de eerste verdieping. En die trap die deel je alleen maar met je buren. He, je buren links. Dus het is eigenlijk een trap, kijk, nummer 37 zit hier. En wij hebben nummer 39. Nou, weer zo'n heel mooi Naardens nummerbord. Zwart met geel. En de voordeur, je ziet het allemaal keurig netjes geschilderd. Even de voordeur openmaken. Ik zal nog even omdraaien. Kun je precies zien waar ik sta. Wat het uitzicht is. Lekker groen. En hier heb je dus die overkapte trap naar beneden. Dat is ook al heel fijn. Als je komt beneden, als het met bakken eruit komt. Je loopt hier naar boven. Lekker droog. Je staat hier op het bordes. Lekker droog, ruimte voor je plantje om het gezellig te maken. En dan kom je binnen. Ja, eigenlijk zeg ik het een huis boven een ander huis. Hè, boven een appartement. Want het heeft gewoon twee lagen. Zo, even de deur achter me dicht doen. Dit is de entree. Ruimte voor de kapstok. Trap onder de kast. En kom je hier, of trap onder de kast, kast onder de trap voor mij. En het toilet. Nou, kom je hier met een van ons bezichtigen, dan laten we je dat heel graag zien. Ja, dan, kijk, hier kom je natuurlijk eigenlijk voor. Hier wil je hiervoor wonen. Kijk eens. Heerlijk ruim. En vooral ook erg licht. En gewoon een heel groot raam. Dat zorgt voor, ja, dat je hier echt gewoon, ja, je hoeft hier geen lampen aan te doen. Ook als de dag wat somberder is, zoals we gisteren hadden, nou, dan zou ik hier echt de lampen niet aan gaan doen. Niet nodig. Ik film niet met een groothoeklens. Dus het is allemaal in werkelijkheid groter, zegt iedereen altijd, dan bij de live. Ja, maar je ziet voldoende ruimte voor een grote tafel. Die staat nu een kleine. Je kunt ook een hele grote er zetten. Hè, goede bank in deze hoek. Kijk. En dan kun je ook een hoekbank plaatsen. Wat je maar wil. Nou, er zit een hele stijlvolle laminaatvloer, ligt er mooie hoge plinten. Kijk, zie je, die zitten daar.
Dit zat hij netjes uit. Nou, dan ligt de keuken, is hier gesitueerd aan de voorzijde. Kijk, die is vervangen niet zo lang geleden. Zit nog wel, kijk, gewoon lekker wit, strak, goed werkblad. En dat is heel leuk. Dus kun je je voorstellen, als je hier staat, nou, je hebt die deur daarvoor, die ga ik even dicht doen. Zo, doe ik de deur even dicht. Ja, als je hier in je keuken bezig bent, heb je dus ook nog contact gewoon met de mensen die in de rest van de kamer zitten. Hè, bij je eettafel. Dat is de meest logische plek, denk ik, voor de eettafel. Maar mensen die daar, zeg maar, in de zithoek zitten, ja, daar heb je voldoende privacy van. Dus je zit niet altijd op je aanrecht te koekeloeren. En je ziet hier inbouwapparatuur. Afwasmachine is los. Nou, wil je die inbouw? Dat kan natuurlijk ook altijd nog. De keuken is redelijk recent. Elektrisch koken, maar we hebben wel gewoon een gasaansluiting in het huis voor de cv. Nou, hier dan dat uitzicht vanuit de keuken. En je ziet eigenlijk hetzelfde type appartementen aan de overkant. Maar je kijkt hier ook lekker op het groen uit. Nou, wat een ontzettende pre is bij deze huizen, is dat dakterras. Dat is echt gewoon lekker groot. Kijk, hier. Er staat hier nu, er is ruimte voor een tafel met stoelen. Maar zeg je, ik heb liever een lounge set en tafel met stoelen. Het kan ook allemaal. En heel goed op de zon gelegen. Het is jammer dat hij niet schijnt. Maar ik weet dat je hier gewoon de hele dag, eigenlijk zo'n beetje, behalve misschien 's ochtends vroeg, heb je gewoon zon hier. Daar zie je overkappingje, dus dan kun je ook nog lekker een beetje zitten. En hier zie je dus, ja, ook weer dat groen wat je hier eigenlijk, wat die wijk de Fortlanden zo ontzettend kenmerkt. Dat heb je hier ook. Het uitzicht erop. Rustig. De afstand is groot, veel privacy. En dan heb je hier, je ziet ook dat er een groot zonnescherm hangt. Nou, dat betekent al dat het heel zonnig is. Nou, kijk, hij schijnt al daarachter. Zie ik hem al schijnen ergens. Ik moet mijn ogen al een beetje dichtknijpen. En daarboven zie je een dakkapel. Die laat ik jullie zo zien. Het is een kleine vereniging van eigenaren. Wordt gewoon allemaal goed beheerd. Allemaal netjes. Natuurlijk alles dubbel glas. Energielabel wordt op korte termijn opgemeten, opgenomen. Volgens mij. Of hebben we hem al? Dat weet ik niet. Even mijn collega's kijken mee. Misschien kun je even aangeven wat de energielabel is. Want heb ik zo niet 1, 2, 3 in mijn hoofd zitten. Als het al is. Kijk eens even. Gewoon lekker groot, ruim, licht. Gewoon netjes. Dan ga ik jullie meenemen naar boven. Want wat ik al zei, het is een maisonnet. Dus eigenlijk, ik vind het altijd meer een huis dan een appartement. Appartement denken mensen altijd aan een flatje. En dit is het niet. Dit is gewoon een huis. Dit is eigenlijk een huis. Twee verdiepingen. Ja, waarvan, ja, je woonverdieping op de eerste woonlaag zit. Je hebt onderburen, maar je hebt hier geen bovenburen. Nou, op de eerste verdieping ligt ook een lichte laminaatvloer. Nou, dan komen we in de eerste kamer. Nou, dat is een heel mooi formaat kamer. Je ziet, het is nu een slaapkamer van de dochter. En met ruimte voor een bed, speelgoed en een kastenwand. Kijk, zie je? Dus die ruimte heb je gewoon. Als je naar de wanden kijkt, hier. Die zijn met een beetje een werkje erin. Dus heel erg hufteproof, zeg maar. Daar krijg je niet zomaar een deuk in. Groot raam, ook hier weer net als één etage lager. En ook hier kun je heel goed het uitzicht zien. Het groen waar je hier op allemaal op uitkijkt in die wijk de Fortlanden. Nou, en reis je veel met de trein? Ja, ik weet ongeveer een minuut of 10, 15 lopen is. Nou ja, dan weet je dat het nog sneller is met de fiets om bij het station te komen. We hier de grote slaapkamer. Kijk. Met ook weer een groot raam. En, ja, wie werkt er niet thuis? Hier wordt ook thuis gewerkt. Kijk, hier een plek om thuis te werken. Dat gebeurt nu in de slaapkamer. Zeg je, ja, ik wil daar toch liever een aparte kamer voor hebben. Dan zou je natuurlijk altijd kunnen overwegen om hier nog een dakraam in te zetten. En misschien kun je er zelfs wel een dakkapel zetten.
En dan heb je een aparte kamer. En je kunt er natuurlijk een tussenwandje tussen zitten, of van kasten, of gewoon een muur. Je ziet hier heel veel bergruimte achter die knieschotten. Dus ja, hoeveel troep willen mensen kwijt? Want we hadden natuurlijk ook al die berging op die begane grond. Hè, waar je fietsen, je kerstspullen, noem maar op, kwijt kunt. En nogmaals, ik film niet met een groothoeklens, dus in werkelijkheid is het altijd groter. Maar wat heel erg opvalt hier is het licht. En overal kijk je op groen. Ook hier kijk je weer op groen. En groen in de boven, van de bomen van de straat. Maar ook weer die groenpartij aan de overkant. Nou, dit is dan de overloop. Met hier rechts de cv-ketel. Kijk, dat ga ik even laten zien. Kijk, die is recent. De mechanische ventilatieunit zit hier ook. En ja, ook weer plek voor spulletjes op te bergen. En dan heb je hier de badkamer. De badkamer is redelijk standaard vanuit de bouw, maar heeft wel ruimte. Je ziet hier keurig vaste wasstaaf met een meubel. En een douche. En een raampje voor licht en lucht. Ik vind dat zelf zo fijn als je een raampje hebt in je badkamer, waardoor je echt gewoon kunt luchten. En hier ruimte voor de wasmachine en de droger. En dan zie je daar de mechanische ventilatie. En je zag in die kast net zat die mechanische ventilatie unit. En ja, hier zie je dus ook zo'n aanzuigsysteem, waardoor je dus de vochtige lucht de badkamer uitgaat. Gewoon prima, keurig, netjes. Ik kan me ook voorstellen dat je zegt van, joh, weet je, ik heb nog budget. Ik ga deze badkamer moderniseren. Dat kan, hoeft helemaal niet. Hij is gewoon keurig netjes. Maar dat raam, dat doet het hem wel, wat mij betreft. Nou, dan hebben we hier. Ik ga nog even rustig aan. Je ziet er heel veel mensen nog bij komen. Die grote kamer aan de voorkant. Laat ik nog even zien. En met dat uitzicht. En deze kamer is dus nu in gebruik als een combinatie van werkkamer en slaapkamer. En daar zou je dus extra licht in kunnen brengen. Eventueel nog een wandje, wat je maar zou willen. Nou, dan hebben we natuurlijk op deze verdieping ook nog een tweede kamer. Nou, hier is een dochter van 4. Dit is haar verblijf. Een goede kamer voor een kind, maar ook een hele goede werkkamer. Wat je maar wil, of logeerkamer. Of strijkkamer, troepkamer, waar je het maar voor wil gebruiken. Met een bed. En ga je naar www.baljuw39.nl, dan zie je daar ook de plattegronden. En dan zie je dat dit gewoon een goede kamer is. Want je ziet hier dat die twee grote hoge kasten staan en nog een lagere kast, ook van een goed formaat. Dus één hele grote kastenwand staat er in deze kamer. Dus dit is eigenlijk de slaapverdieping van het appartement, of de mezzanette. Het is, qua juridisch is het natuurlijk een appartementsrecht, maar ik vind eigenlijk dat het dus voelt als een huis, want je hebt twee verdiepingen. Dan ga ik een etage naar beneden natuurlijk, ik loop even terug, dan kom ik weer in die hal. Met hier recht voor mij de meterkast, links de trapkast, ook weer voor heel veel bergruimte. Toilet daar, ruimte voor de kapstok. En dan kom je weer in die heerlijk lichte woonkamer. Echt lekker ruim. Je ziet hier ook van, er staat gewoon een tafel. Wil je een grote tafel voor 6 of voor 8 personen? Het kan er allemaal in. Er staat een goede bank, grotere bank. Het kan erin, die ruimte heb je allemaal. Allemaal heel verzorgd, heel netjes. En daar de deur naar het dakterras. Kijk. Heerlijk, het zonnetje begint nu een beetje te schijnen. Dus ik begin nu hier de zon. Kijk, die staat nu daar. De zon staat daar zo'n beetje, daarboven. En je ziet, hij draait erin. En eigenlijk heb je hier de hele middag, kun je hier lekker genieten van de zon. Dat is echt top.
ruimte genoeg voor zowel een lounget als een eettafel als je dat wil. Nou, hier is gekozen voor alleen eten. Groot zonnescherm. Kijk, zoef, op de volle breedte. Ja, het is hier ook echt zonnig. Tuurlijk, alles dubbel glas. En dan de keuken aan de voorkant. Ik zal even de deur dicht doen. Met zo'n half muurtje, waardoor je als je in die keuken staat, ook contact hebt met je woonkamer. Hè, met je mensen die daar zitten, met je zitgedeelte. Maar niet dat iedereen altijd op je aanrecht loopt te koekeloeren. Dus je kunt wel een beetje de rotzooi laten staan als je dat zou willen. Kijk. Zie je dit bedoel ik? Als je hier staat, hè, dan... Het is allemaal wel een beetje verstopt en je hebt wel contact met de kamer, je hebt contact met je dakterras. Het ziet allemaal heel verzorgd uit. Het is kunststof, gewoon netjes. En nette hoogglans witte keuken, heel verzorgd. De afwasmachine is niet inbouw, maar goed, dat zou je nog wel kunnen doen als je dat zou willen. Koken, oven, het zit er allemaal in. En ook hier weer een raam. En hier ook weer uitzicht op de straat en op het groen. En dat is ja echt wel uniek voor deze wijk, de Fortlanden. He, nabij natuurgebied naar de meer, nabij de winkels op de Makailaan. Loopafstand, als je van lopen houdt, van het station en anders fietsafstand natuurlijk. Bij Nederlands wij fietsen natuurlijk. En je ziet ook heel snel de A1. Scholen, heb je kinderen, scholen in de buurt. Dat is allemaal geen probleem. Dus gewoon eigenlijk... Ja, een ideale woonplek om hier te wonen. Ik neem jullie nog even mee naar buiten. Sleutels niet vergeten, heb ik gepakt. Ja, ook altijd ja, zo'n voordeur met zo'n strook. Waardoor je wel weer licht hebt in die hal. Je hebt hier het bordes. Lekker overdekt. Ja, dus je wordt niet nat als het regent. Wat het natuurlijk heel veel doet momenteel. Dan trek ik even de deur achter me dicht. En dan heb je de trap naar de begane grond. Kijk, en die deel je alleen maar met je buren van 37. Ook dit is overkapt, dus ja. Je hoeft niet te denken, hoe snel moet ik die trap op chaisen, want ik word weer nat. En daar heb je helemaal geen problemen mee hier. Nou, dan heb je hier, kijk, nog je eigen berging. En om de postbode makkelijk te maken, zit hier ook de brievenbus. Dus hier heb je voldoende ruimte. Voor fietsen, nou ja, kerstspullen, weet ik van wat je het allemaal niet kwijt wil. Kijk, hier zit dus de berging. En daar heb je dus het appartement. Ja, dit is het keukenraam wat je hier ziet. En daarboven het grote raam is van de slaapkamer met daarnaast het badkamerraam. Nou, dan heb je hier dus naast het huis, het is dus een hoekappartement. Dus je hebt aan één kant geen buren aan de zijkant. Nou, en daar zit je woonkamer aan, hè, voor een groot deel. En de andere kant natuurlijk ook. Maar ja, dat wil ook zeggen dat je gewoon altijd minder kans hebt op overlast. Niet dat daar sprake van is, totaal niet hier. Maar het is altijd wel fijn om dat te weten. En dit is dus naast het huis. Maar nadat ik jullie het huis nog even van de mezzonette, moet ik officieel zeggen, nog even vanaf de achterkant zien. Kijk, dan kun je daar zien, hè, waar het raam open staat. Dat is die kinderkamer. En daaronder zit het dakterras. De wijk in Fortlanden is extreem rustig. Ik ga even de camera omdraaien. En het is een hele rustige woonwijk. En niet rustig in bejaard of zo, dat helemaal niet. Maar rustig bedoel ik geen overlast van de snelweg. Het spoor zit een stukje verder. Hoor je misschien wel een keer. Maar het is gewoon een prettige woonwijk. Dicht bij alle voorzieningen. Dicht bij het natuurgebied naar de meer. Dicht bij scholen. Dicht bij winkels. Ja, ik zou het niet beter kunnen vertellen dan... Ja, dat het eigenlijk een perfecte plek is. Ja, als jij iets zoekt met twee slaapkamers, een goede, lekkere woonkamer en een heerlijk dakterras. Nou, wil je nou komen kijken, maak dan even een afspraak met ons. Volgende week beginnen we hier met bezichtigingen. We hebben al best wel veel afspraken staan. Dus ja, het advies is, neem even snel contact met ons op. Als je in aanleiding van deze live zegt van, joh, weet je, ik vind het een superleuk appartement en superleuke mezzonetten, hè, maak dan even een afspraak. Meer informatie kun je vinden op www.baljuw39 en je kunt ons bereiken via telefoon, WhatsApp, Facebook Messenger, noem maar op. Dankjewel voor het kijken en wellicht zie ik je hier.